Nou, dat hangt er heel erg vanaf. Dan hangt het af wat er uit die onderzoeken komt. Ik bedoel, Sinapa zit nu op een rol van jongens, pas op. Wij doen soms vervelend. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat het openbaar lichaam zijn werk goed doet om op een goede manier een vergunning te geven, gebaseerd op een goede procedure en op de effecten. Want de gemeente of het OLB is voor iedereen er. Niet alleen voor de natuur en voor Sinapa, maar ook voor ondernemers en voor iedereen. En ik denk dat het heel belangrijk is. Als je hier woont, wil je weten wat er gebeurd is met je huis, wat voor effect dat heeft en heeft dat effect. Dan heb ik het nog geen eens over natuur. Dus wij willen niet vervelend doen in deze fase. Wij willen alleen maar waarschuwen. OLB, pas op met die vergunning. En het goede ervan is, ik bedoel, er is deze week ook een uitspraak over Karel Spier. Hè? Zijn we elkaar voor de rechter tegengekomen? Ik denk dat het goede is, laten we alsjeblieft aan de voorkant praten of dit een goed plan is. Daarna kunnen we altijd elkaar voor de rechter tegenkomen, dat hoop ik niet. Maar ik waarschuw nu iedereen van, kijk eerst goed naar die plannen. En OLB, waarom eis je geen milieueffectrapportage? Of dat nou in de procedure staat of niet. Ik denk dat het goed is dat de andere deskundigen naar kijken wat voor effect dit heeft. Is dat niet een eis om een merk te hebben voordat je zoiets begint? Als je daar juridisch naar kijkt, dat is ook onze vraag van waarom moet er geen merk toegepast worden. Ik bedoel, dat is een juridische vraag, maar in principe kan een OLB ook gewoon vragen of je een milieueffectrapportage doet. Ik vind dat ze er gewoon goed naar moeten kijken. En mogelijk dat er ook een MER moet, zeker omdat het ook effect heeft op het marinepark. In de Salinevlijt heb je ook vogels, die komen daar, soms zelfs flamingo's. Wat kunnen jullie daarmee doen? Is het mogelijk om toch Salinevlijt te gaan sluiten en ontgraven? Nou, ook, ik bedoel, wij vinden het op dit moment het belangrijkste, het hele effect van de hydrologie, van het water. Kijk, en natuurlijk is het een heel mooi natuurgebied, als je kijkt naar de planten en de vogels. En het effect op de natuur is ook heel onduidelijk van als je dit plan maakt. Er is wel een idee om hier een natuurgebied te ontwikkelen. Dan moet je nog zien hoe zich dat ontwikkelt. Maar dat is ook onduidelijk. Deze plannen zijn allemaal, we hebben heel veel vragen. En we weten niet voor wat voor effect dat heeft. Bijvoorbeeld, hoe gaat het verder met het zoutgehalte? Als dat steeds gevarieerd wordt en dergelijke, ja, dan is het geen natuurlijk gebied meer.